gaan we Road to Life raps. En als zodra ik de mothership vrij heb, beloof ik. Nou, kan ik het beloven? Ja, ik kan het beloven, maar ik probeer het om dan de mothership, Road to Life mothership. En eer vandaag wordt het de raps. En daarna wordt het misschien wel de Chai Unit en dan een mothership. Maar vandaag beginnen we met de raps. En ja, ik heb er echt zin in. En mijn specialist is de Ripper. En ik ga denk ik met deze. De Razorback met Standard Mac, Fast Mac en Suppressor. En de, ja, ik noem het altijd maar de katana of zo. Ja, ik kan dat niet zo goed uitspreken. Tripmine, Ghost en Ghost Scavenger. En deze ga ik veranderen naar Tactical Mask. En ja, ik heb er zin in. Echt. Ik heb er echt zin in. En we gaan ook nog, als we de 30 cryptokies hebben, gaan we de. Die van 30 openmaken. Hopelijk krijgen we een DLC weapon uit. Of misschien wel een melee weapon. Ik ben allebei tevreden. En we gaan Domination spelen. En ik heb er zin in. Voor de zoveelste keer. Nee, echt. Ik heb er echt zin in. Ik heb volle energie. Mijn ouders liggen al te slapen. Dus dan moet ik een beetje rustig aan doen. Dus ja. Oh. En dan ja, ik kan er niks op zeggen van knallen deze nacht en ochtend. En misschien zelfs wel middag. We zien het wel. Even kijken. Ja, we gaan met de Razorback. En dit duurt echt lang. Voordat we gaan. Oh, laat maar. Ik heb niks gezegd. Mama, jij bent wel erg wies, denk ik. Jij gaat denk ik wel goed. Ik hoop het echt. Want dan kan ik daar van promoveren. En mijn teammates ook. Dus ja. Dat wordt dan nog wel even aankijken. En ben je nog niet geabonneerd, abonneer dan even op mijn kanaal. En vind je deze video nou ook leuk? Doe dan ook alvast een blauw duimpje omhoog. Dat zou ik echt super tof vinden. En ik ga proberen voor jullie zo goed mogelijk. Zo goed mogelijk te spelen. En hopelijk gaat het ook goed. Ik sta er alleen voor de zeevlag. Echt helemaal alleen. En ja. Misschien als mijn vriend wakker is, doet hij misschien zo ook mee. Wordt wel grappig, denk ik. Hij is op zich wel goed. Ik ben wat iets minder. Maar we doen gewoon ons uiterste best. En ik waardeer jullie kijkers allemaal voor de promote. Heb ik hem? Ja, ik had hem. Oh, ik wil helpen. Volk was nog net op tijd. Hé, hey, daar is ons GLT al. Oh bro, ik schiet ergens op waar niemand lag. Dat was wel echt scheef. Oh shit, oh shit. Holy, holy moly. Ze hebben het wel allemaal op mij gemunt. Ja, ik ging ook wel 4-0, maar nu niet meer.
De Ripper is echt een aanrader. Die haal je super snel. En hij is ook weer super goed. Oh, daar had ik niet. Dat had ik niet moeten doen. Ik ga een keer deze kant langs. Kijken of dat beter gaat. Zo te zien gaat dit wel iets beter. Waar zijn jullie? Holy shit, hier was je al, vriend. Holy damn. Ja, die M8 A1 is wel echt overpowered, vind ik, hoor. Ik pak jou even jouw wapen, vriend. Hier, die gaat daarmee. Oké, ik ga nu echt slecht. Ik moet me even concentreren. Anders gaat het weer helemaal fout. Dan weet ik het wel. Maar weet ik het wel weer. Oh broer, kom die weer via die kant. Kijk hè, jongens. En meisjes. Als jullie dit kijken, dan zien jullie wel van eerst ga je super goed. Ik weet niet of het herkenbaar is. Eerst ga je super goed en daarna ga je echt poep. Hoe haalt hij mij? Ja, ik blijf wel gewoon met het wapen, maar... Oh, ik word er een beetje pissig van eigenlijk wel. Een beetje agressief word ik ervan. Maar ik blijf gewoon doorzetten. Oh, bruh. Oh, dat was echt zo slecht. Nee, dat kan echt niet. Ik moet me echt schamen. Oké, ik ga gewoon een keer met sniper proberen. Dit wordt ook wel niks, denk ik. Maar misschien gaat het wel beter. We zien het wel. Oké, het wordt lastiger, maar het is ook wel leuk. Auw, dat deed pijn, denk ik. Van mijn poppetje. Jongens, wat is dit? Nou, wat doe ik eigenlijk? Oh shit, ik zag hem. Oh, ik heb hier ook aan mijn oor. Oké, ik ga echt kei slecht nu. Ik snap nu ook al waarom jullie mijn stream even niet willen kijken. Jullie willen naar betere spelers kijken, snap ik ook wel. Ik heb gezegd, mama, jij haalt, je moet echt beter gaan, man. Ja, ik ook. We moeten echt even die streaks halen. Trouwens, het is niet iemand... uit mijn party, maar ik heb vertrouwen in hem. Wacht, ik ga deze gewoon lekker hier neerleggen. En als ze op gaan liggen of staan, dan zijn ze de sjaar. Oh, ja. Kan allemaal, joh. EKIA. Ja, jou heb ik. Hoop ik.
Ja, zo heb ik. Securing Charlie. Securing B. Team, hij doet niet. Charlie locked down. Losing A. Ik ga ze gewoon hier opwachten. Dit. Holy shit, hij was wel goed. Hè, hebben ze ook raps? Wat de. Dan moeten ze echt wel heel bies gaan. Of gewoon heel veel vlaggen. Ik heb dat kan ook. Oh, damn. Au, ik wist het. Nou, zoals jullie zien, hebben de enemies, zo te zien, wel raps gehaald. En ik niet. Dus als hun die challenge, die Road to Life rap zouden doen, zouden hun al lang hebben gewonnen. Nou, gewonnen, de challenge. Voltooid. Ze gaan bij A komen. Oh, dan daar ga ik niet heen. Ik ga deze op B gooien. Hier. Zit er met twee boven. Oké. Dat kan. Eigenlijk ben ik nu heel boos op mezelf. Maar dat is ook weer geen nut. En ik ga nu keihard dood. Heeft ook geen nut. Maar dat maakt niet uit. Eigenlijk wel, want je wil niet doodgaan. Bruh. Ik dacht dat die harde sentry me zou beschermen, maar... Maar nee. Zoals hier maar. Harde sentry, ik ben echt poep. Oh, hij moest er wel lang over doen. Maar had me wel. Ik ben eigenlijk best wel moe. Teammate, mag ik hier liggen? Ja, dankjewel. Huh?
Bro, ik zag ze niet meer, dus ik begon maar te schieten. Ja, we hebben begonnen. GG. Oké, GG. Oh, we hebben gewonnen. We hebben gewonnen. Holy shit, we hebben ook nog gewonnen. Waarom ben ik zo enthousiast? We stonden op verliezen. Bro. Holy damn. Dat had ik echt niet verwacht. Client liquidated. Leave him the scene. Dat had ik echt niet verwacht. Oh. Heb je nog niet geabonneerd? Abonneer dan alsjeblieft even. Dan zou je me echt keihard helpen. En ik heb het eigenlijk best wel koud, maar ik heb niks. Ja, ik heb wel dikke trui aan en zo. Maar alsnog heb ik het koud. Ik ben een mietje, ik weet het. Maar als we straks nog even supply drop gaan openen, als dat kan, van 30. Dan hopen we tot de, als er straks kijkers komen, dan bewaar ik, als er één kijker komt, voor die kijker ga ik dan al die supply drop openmaken. Want kijkers brengen meestal wel geluk. Zeg ik altijd hoor. Nee, die heb ik ook, de butterfly knife. Heb ik ook, het is gewoon de combat knife. Maar oké. Okay. Ik laat even al mijn wapens gezien. Die ik al heb gekregen. Ik begin wel met de melee wapens. De butterfly knife heb ik gekregen. De brass knokkels. De iron gym. De boxhandschoenen. De katana. En de Riven's E. Als ik het niet goed uitspreek, zeg het dan even beter. Want jullie weten denk ik wel beter. Ja, dat was het. En dan heb ik nog deze, de Rift E9, heb ik ook nog gekregen. Ja, dat was het, dat was een beetje. Nu gaan we naar hierheen. Heb ik hier al een van? Nee. Hier volgens mij wel. Ja, hier zie. De LV8 Basilic. En de Banshee. En de R70 Ajax. En nog geen sniper. Vind ik er best wel jammer. Maar we gaan verder. Oh, geen hardcore. Ik ga denk ik een keer Factory spelen. Of Factory, ik weet niet hoe ik het uitspreek. Maar dat maakt niet uit. Laat het even in het potje zien te komen. Dan kunnen jullie meteen kijken. En anders gaan we wel gewoon even wat anders doen. We gaan wel heel eventjes kill confirm. Kijken of we daar wel een potje in kunnen vinden. Ja, die moet er nog één iemand joinen. Die heb ik, hè? Jongens, hebben jullie net gezien? Oh, die wil ik zo graag, hè? Die schiet van die, het is eigenlijk een mini crossbow. Die wil ik echt super graag. En die wil ik, oh die heb ik al. Maar dat zijn gewoon de handpistooltjes. Oh, sorry als jullie zo'n raar geluidje horen. Maar ik heb een beetje... Ja, last van mijn oor. Ik denk dat ik een oorontsteking heb. Maar dat weet ik dus niet. We zijn alweer over... Even kijken.
We zijn nu precies 20 minuten alweer live. Ja. Dat is eigenlijk helemaal niet... Eigenlijk voor mij wel, want ik ben al vanaf ochtends... Laten we zeggen 10 uur ben ik al aan het gamen. Maar nog niet echt live gegaan. Maar ik ben meer gewoon... Ja, met een vriend wees gamen en toen kwamen we erop van... Hé, hey, we kunnen ook gaan livestreamen. En ik dacht, oh, ik heb wel een kanaal. Dus dan, ja, gingen we livestreamen. Was wel grappig. Want we wilden eerst gewoon een, gewoon, oh, ik ben gerekt. Gewoon een handpistool. Nou, nu ben ik helemaal afgeleid door een handpistooltje. We wilden gewoon een video opnemen met de telefoon. Maar toen zei mijn vriend zo van, ja, je kan ook gewoon... Nou, ik wil opnemen met mijn telefoon. Maar mijn vriend zei zo van, ja, ik kan ook via de PlayStation opnemen. Ik zei, oh ja, dat is ook wel een goeie. En door hem ben ik nu aan het livestreamen voor jullie kijkers. Dus ja, dat is wel grappig. Bruh, ik moet even rustiger spelen volgens mij. Oh, ik heb hier aan mijn hoofd. Ja, deze wil ik heel graag. Maar even kijken, is dat dit? Nee. Oh, bro, nu ben ik opeens gesniped. Meenemen. Oké, ik moet me even niet meer zo laten afleiden. Oké, wacht. Wij gaan ook even snipen, oké? Dat lijkt me ook wel leuk. Oh, chips. Ik ga echt slecht. Maar dat zagen jullie vast al. Ik ga met... Ja, ik ga mooi met deze. Oh, ja. Ik, niks op te zeggen. Ja, ik ga dood. Ik zei toch, één van de twee ga ik dood. Altijd moet dat op mij. Oké, dankjewel. Eigenlijk mijn eerste kill. Ik ben echt blij mee. Alweer bijna helstrom op mijn giegel. Hier, huppa, nog een kill. Ik wist dat hij om ging kijken. Ik had eigenlijk niet moeten schieten. Please doptek blijf. Oh, dank je doptek. Wat? Hebben we een rave? Bruh, dat zag ik echt niet aankomen. Dat had ik uiteraard echt niet verwacht. Ja, ik wist dat ik kon net naar binnen gaan. Echt net. Maar het was weer te lang. Ik ga hier gewoon campen. Kijken of ik dan wel kills maak. En als dat niet maakt, ben ik gewoon echt slecht. Maar dat ben ik ook gewoon. Mag ik gewoon eerlijk toegeven hoor. Maar ik heb wel meestal betere potjes. Ze gaan hier komen man. Ik voel het. Heb je een teammate? Nee. Oh, waarom nou weer? Waarom? Zijn de bananen krom? Dat weet ik ook niet. Oh, chips.
Wat? Nee, even serieus jongens, waarom had ik hem niet? Ik had hem toch wel. Oké, jongens, ik wil voor jullie gewoon doorgaan. Ik ben echt heel slecht bezig nou. Teammate in je rug. Oh, waarom? Nee. Oh, kijkers, help me. Dat was gewoon echt een keiharde spray. Die kill heb ik gewoon echt niet verdiend. Maar alles moet je meenemen. Wat de? Wordt nu opeens gesniperd? Oh, gehardscoped. Oh, en dat mag. Mag ik jou dan ook hardscopen? Maar ik mis weer. Ja, die wil ik wel. Oh, wat? Oh. Nee, dit is niet leuk. Nee, dit is echt niet leuk. Hebben ze alweer een wave? Hoe goed zijn die lui wel? Hier, gewoon met de echo. Ik lief hem eventjes. Want ik wil gewoon voor jullie een goed potje neerzetten. Jullie hebben nu gewoon eerlijk gezien, ik was gewoon echt slecht. Op dat potje. We waren gewoon veel beter. Zo. Ik moest even gapen. Oké, even kijken. Ik doe deze weg. Deze. Die was echt poep. Ik doe denk ik deze. Zo krijg ik. Vind ik niet zo fijn, maar... Oh, weer. Even kijken. Ik denk dat ik met... Ik weet het niet. Ers heeft Ajax? Headshots. Oké. Is goed. Even kijken. Stok voor een betere aim. Ja. Dat mag. Dan wil ik die. Wil ik. En dan doen we nog quickdraw. Is ook goed. Oké, zo. Gaan we zo met de R70 Ajax. Kill confirmed. Maar ik heb nog steeds niet mijn reps gehaald. Laat even weten in de reacties welke game mode ik denk snel mijn reps kan halen. Maar snel gewoon makkelijker, iets makkelijker. Oké, sorry, dat was even een filmpje. Oké, dat is echt heel scheef. Oké, de R70 Ajax. Oké. Ik durf niet te gaan, want ik weet dat ze hier zitten. Oh, ze hebben een UAV. Mag ik ook switchen van wapen, jongens? Ja, dat ga ik niet. Dat ga ik niet, jongens. Ik hoor hem.
Oké, ik ga wel meer met de Razorback hierna. Want dit wapen vind ik wel fijn, ook weer niet fijn. En dan kan ik weer niet kiezen. Waar zijn ze? Ja, kom maar. Auw, ik word op een mel geramd. Hij zit hier binnen, of niet? Nee. Hè? Oh, chips. Oh, ik wist het. Ik had dat niet moeten challengen. Oh, waarom? Waarom moeten hun mij elke keer veel eerder killen? Jullie denken nu gewoon, Gino, je bent echt noob? Nou, dat mag. Oh, teammate, kom op. Je had hem echt veel eerder kunnen hebben. Ja, altijd je teammates je schuld geven. Nou, dat is oh mijn god. Zo even voor de mensen die geloven waren. Ik schat er soms iets te veel mee. Met God, want hij is gewoon ons maatje. Oh, ik word echt helemaal gek. Mag dat ik gek word? Oh, waar is die gozer de hele tijd? Dank je. Dank je. Help me nu even, want ik ben bijna dood. Dank je. Oh. Ik hoor hem wel, maar waar zit hij dan? Auw! Ik kan geen eens persoonlijk een UAV halen. Hoi, ik ben het. Auw. Waarom zeg je eigenlijk elke keer auw? Ik voel het niet. Ha, ik heb je dokter. Aha, ik ben dood. Oké, we gaan één iemand quickscopen. Wie weet ik nog niet. Ja, een enemy, maar... Zo, dan gaan we. Hier. Dan gaan we hier. En dan zag ik hier iemand. En toen was ik weer dood. Oké, we pakken onze eigen sniper. Oh ja, en als jullie een PlayStation 4 hebben, kunnen jullie gewoon meeswepen. Au. Elke keer au.
Hier, let op. Volgens mij zit daar iemand. Oh nee, let op. Oh, die Sherpas. Oh, ik kon net gaan inzoomen en gaan richten. Oh, lekker team met Hellstrand. Lekker Hellstrand, hoor. Was dat een quickscope? I don't know. Wat? Hoe komt hij elke keer achter mij? Oké. Okay. Dat kan. Denk ik. Oh, ik kon net zeggen, ik ben echt scheef. Holy shit, teammate, ik schrok van je, man. Oké, let's go. We gaan nu gewoon YOLO. Hier, dat is één. We gaan nu gewoon YOLO. Auw. Nou, roep ons hier in. Nog een seconde. Oh mijn god. Oh my god. Ik ging op het laatst zijn nog even beast, hè? Beast. Ja. Ik kan ook dit uit mijn woorden. We zijn alweer bijna 40 minuten aan het livestreamen, jongens en meisjes. En ik begin wel een beetje moe te worden, maar jullie kunnen slapen. Ik ook wel, maar ik wil die livestream volhouden, jongens en meisjes. Ja. Zal ik even mijn vriend bellen, kijken of hij alweer... klaar is om te gaan streamen. Oké, we gaan bellen. Ik denk dat hij niet opneemt. Nee, hij slaapt nog, denk ik. Nee, hij slaapt. Jammer. Anders had hij gewoon wakker gebeld. Oké, nog 2 crypto-keys. En dan kunnen we een sappig pakketje openmaken. Een sappig pakketje. Ik herhaal, een sappig pakketje. Zo gewoon in mijn ding zetten live. Want ik ben wel live. Ja, ik ben live. Want ja, ik ben altijd live. En ik begin moe te raken, maar ik ga gewoon door. We gaan gewoon door met z'n allen. Er is nog 1 vriend online, maar die speelt een ander spel. Dat is wel jammer. Anders konden we misschien met hem livestreamen, maar hij is wel ouder dan mij. Dat maakt niet uit, maar dan is het ook wel, ja, anders, denk ik. Als ik het verkeerd heb, zeg het dan even, want ik weet het niet. En hopelijk hebben we nu wel een beetje een goed team. Ik denk het wel. Hoop ik eigenlijk. Ik ga deze kant langs. Want meestal gaan ze nooit meer echt veel langs deze kant. Nou, ik heb wel, maar... Oh, ze spelen alweer zo. Oké.
Holy shit, die gast is goed, man. Met zijn. Ja, hoe noem je die dingen? Die ninja sticks? Kan je het zo noemen? I don't know. Oh. Ik juke jullie. Oh, en toen werd ik zelf gejuked. Soort van. Bruh, hij gaat 3-0. Ga je gewoon een trip manier gooien. Blijkbaar gaan ze nog wel deze kant langs. Oh, ik kan hem alweer omkeren volgens mij. Pak gewoon alle dogtags op. Wordt een beetje. Oh mijn god, ik schrok. De Banshee of de Bressie, hoe je. Ja, de Bressie. Dat is eigenlijk best wel een overpowered shotgun. Nee, oh mijn godjes, ik schrok. Ik dacht, nee, ik val van de map. Maar gelukkig was het nog net niet zo. Ik ga gewoon hier blijven. Als het lukt. Oké, okay, nou, ze hebben onze UAV. Even kijken op deze kant. Eén kan via deze kant, denk ik. Oh. Dat is dan jammer. Holy shit, ik schrok. Echt wel. Ik ga hier liggen. Als ik daar iemand zie, ga ik erheen. Want ze gaan hier sowieso spannen. Oh ja, ik zag iemand. Oh nee, ik wist het niet, maar oké, dat maakt niet uit. Maar ik zeg gewoon dat ik het wist, maar het is niet zo. Oh, en toen pakte die opeens niet zijn nunchucks. Oh, daar ga ik dus even niet in. Oh, toen kwamen er nog meer. Oh, hebben ze ook een harde sentry? Nu halen we hem opeens al een streaks. Nee. Oh mijn god. Heb ik hem? Het telt wel meer als een kill. Oh. Gaan we weer zo beginnen? Oh en oh. Oh, dit is echt naaiend. Heb ik hem? Au. Oh, waarom? Waarom moet dat nou weer? Ik schoot op zijn hoofd. Ik schoot verdorie op zijn hoofd. Nee. Hostile hardened sentry in your kill. Be advised, hostile
Okay, nice. Oh mijn god. Oh, what the fuck. Elke keer val ik echt bijna van de map. Oh, die hartcentrum keek recht in de ogen. Ja, in de kogels. Nee, oh, ik ben echt zo dom. Ik ben echt zo dom. Oh, ik wou het gewoon erop gokken. Ik wou het erop gokken. Oh, hij staat er nog. Ja, ja. Oh. Oh, broer, hij loopt achter me. Oh, dat mag, denk ik. Nee, gewoon niet, dat mag wel, man. Oh, damn. Hotel care package overhead. Oh. Ik wou hem gaan trollen, maar dat lukte niet. Rustig tranen. Oh, lekker. Hebben we allemaal opgewacht. En toch klik je nog. Dan ben je niet zo heel goed. Denk ik. Waar staat dat ding? Teammate, dus staat gewoon naast me eigenlijk als het ware. Oh, ze hebben ook een lekkere sappige hardened sentry. Oké, we gaan weer net zoals het vorige rondje. Want het vorige rondje. Oh nee, hij had mij. Hij had mij. Oh, dat was even nog eventjes een paar seconden zweten. Maar kijk, oh, dit was echt balen. Oh, hij zag me al. Hij zag me al. Dat wist ik niet.
Maar hij zag mij al, dus dat was wel jammer. Want doe niets toe met je dad, want die heb ik ook. Ik ben alweer 50 minuten aan het livestreamen. Oké, jongens, we kunnen er een openen, maar moet ik wachten op de kijker of moet ik hem openmaken? Ik zit nu echt te twijfelen. Ik denk dat ik wacht tot er een kijker is. Oh ja, ik heb een beetje buikpijn. Ik ga denk ik even wat te eten halen. Ik ben zo weer. Tot zo.
Ik ben er weer. Ik had even een broodje gegeten. Nou, dan zoeken we nog maar even een potje domination. We kunnen nog even weer een keertje mijn vriend bellen. Yo, tof dat je kijkt, man. Als je mee wil doen, kan dat. Als je PlayStation 4 hebt, kan je meedoen. Zou wel tof zijn. Laat even in de reacties weten of je een PlayStation 4 hebt. Yo, ik had hem niet achter mij gezien. Securing Bravo. Securing Alpha. We're being dominated. Go on the aggression. Be advised, hostile hater in your AO. Oh, bro, ze hebben een hater. Oh nee. Securing Bravo. Be advised, hostile UAV incoming. All locations. Oh, dat is weer die gozer. Die zat ik vorige ronde ook mee in de lobby, die was zo goed. Volgens mij is van hem die hater. Ja, die gozer is het, man. Radar is down. Hostile UAV spotted. Losing. Be advised. Hostile hater in your AO. Oh, hebben ze alweer een hater. Nou, goed bezig, man. Zeg dat niet dat ze weer een hater hebben. Ik schoot mijn eigen ding kapot. Substitute for the thrill of the kill. The 54 immortals crush all opposition. Moet bijna niet zijn volgens mij. Holy damn. Oh.
Welke kijker die nou bij de stream komt, dan kunnen we een supply drop openen. Als jullie dat willen, want ik wil het wel, want dan kan je misschien goede dingetjes uitkrijgen. Heb ik nog dubbele dingen? Nee. Nou, zoals je ziet heb ik dit en zo eruit gekregen. Niet zo heel erg bijzonder. Volgens mij zijn er niet echt zulke bijzondere dingen. Nee. Still hungry for more? I like that. You're taking them down faster than they can. Ik weet niet hoeveel geld ik nog op de PlayStation heb staan. Ik denk niks meer. Oh bro, nee, dat was niet de bedoeling. I'll take the job. Pray we never have cause to meet again. Ja, ik wacht nu op een kijker, want dan kunnen we er één openen. Ik ga er gewoon alvast heen. Let's make this quick. You make most of my clientele nervous. Wie nu als eerst bij de stream is, of misschien wel met meerdere, nou daar ga ik mee die openen. Ik heb 13 abonnees. Ik zou heel graag deze livestream zou ik heel graag nog laten we zeggen de 20 abonnees halen. Dat zou ik echt super tof vinden. Welke kijker, of die nog, maakt niet uit of je nog niet geabonneerd bent of niet. Daarmee ga ik deze spread op openmaken.
Bruh. Ik zit nu een video te kijken. En die is best wel ziek. Kan ook. Wie als nu echt als eerst bij het streamen is, ga ik hem echt mee openmaken. Want ik kan zelf ook niet meer wachten. Daar ben ik nu ook even een filmpje aan het kijken. Wie als eerst even mijn video
mijn livestream kijkt, dan ga ik hem mee openmaken. Want er is nog niemand. Dus de gelukkige winnaar. Wie naar deze stream komt, ga ik deze hersenspluit erop openen.
Ik ga zo mijn vriend bellen. Over een half minuutje. Ja, 30 seconden. En dan ga ik even kijken of hij wakker is. En dan gaan we Black Ops 3 doen. Oké, ik ga alvast naar de telefoon. Hij heeft nog niet gereageerd. Hopelijk neemt hij op. Oké, ik ga hem bellen. Yo man, tof dat je kijkt. Met jou ga ik de spuitrop openen. Ik heb gezegd dat wie als eerste de livestream kijkt, daarmee ga ik deze openen. Dus laat even in de chat weten wat jij denkt wat ik eruit ga krijgen. Nee, oké, laat even weten in de chat wat ik eruit ga krijgen. Want ik hoor van de melee wapens, van sniper tot assault rifle. Laat het weten in de reacties. Ik wacht op jouw reactie en daarna maak ik hem open. Laat weten in de reactie wat ik eruit krijg. Ik ga hem binnen 3 seconden openmaken. 3. 2. 1. Oké, ik ga hem openmaken. Oké, dat is echt poep. Poep. Oké, ik heb gewoon echt poep eruit gekregen. Oké, maar nu gaan we even. Trouwens, welkom bij de stream. Wat moet ik spelen eigenlijk voor game mode? Laat even weten in de reactie. Want ik heb echt poep eruit gekregen. Echt poep. Maar tof dat je bent. Heb je nog niet geabonneerd? Abonneer dan alsjeblieft even. Dan zou je me echt heel erg mee helpen. Maar tof dat je kijkt, man. Wat doe jij eigenlijk nog zo? Of heb je al geslapen? Wat? Want je bent echt super vroeg wakker. Of heb je helemaal niet geslapen? Want ik ben al van 's ochtends 6 uur wakker. Nee, 10 uur. Hoe kom ik bij 6 uur? Dat weet ik ook niet. Maar toch dat je bent. Ik ben niet de beste Black Ops 3 speler, dus wacht maar ook niet te veel voor mij. Holy damn. Hij zit sowieso zelf in dat karretje. Ja, dat is 1 kill. Let's go. Oké. Ik ga hierheen. Oké, dat is 2 kill. Nee, oh nee. Oké, dat was echt super slecht. Want daar komen echt altijd super veel. Oh, teammate, ik schrok even van jou. Maar als je mee wilt doen, kan dat, man. Dat zou ik echt tof vinden. Heb je een PlayStation 4? Dan kan je meedoen. Hier, ik heet GDLOL123. Alvast voor als je mee wilt doen. Dat zou ik echt tof vinden. Dan kunnen we samen gamen. Oh, in mijn rug. Jesus Christ, waar zijn we? Oh, hij was wel goed. Hij is hier naar boven, sowieso. Oh nee, we zien het toch. Sorry, als ik een beetje lag heb, dan kan ik echt niks meer doen. Oh, oké, we gaan ook even sprayen met deze. Tof dat je nog even kijkt, man. Je bent echt de enige kijker, man. Ik had er zo net wel meer. En vanochtend ook wel en zo. En vanmiddag. Dat is echt top. Oh, ik wist het. Oké, wij gaan ook nu sprayen. Echt tof dat je kijkt. Oh, bro. Oké, ik ga met
deze gewoon weer eventjes. Gewoon puur omdat het een tof wapen is. Hé, maar laat even je naam in de reacties. Dan moet ik even shout-out naar jou doen. Want ik ben gewoon benieuwd. Oh, heb jij trouwens een YouTube-kanaal? Dan kan ik daar wel misschien op abonneren. Dat wil ik wel doen. Man. Oh, ik heb hier aan mijn neus. Oké, hij komt hier denk ik aan. Waar is hij? Oh, ik heb hem. Had ik hem nou? Ja, ik had hem. Bro, hoe had ik hem? Ik heb bijna mijn wave, dus ik blijf nog heel eventjes hier wat. Oh, dit is echt poep. Ik had bijna mijn wave, zag je dat? Ik had echt bijna mijn wave. Ik moest nog ongeveer, hoe heet het? 200 punten stond er en toen kreeg ik nog allemaal assisten. Dus laatst zegt dat ik nog 50 punten moest of zo voor mijn wave en toen ging ik dood. Dat is wel echt jammer. Hé, maar ik wil even shout-out doen naar deze kijker. Die nu aan het kijken is. Echt dikke shout-out naar jou. Ik ben echt een baas. Want je kijkt mijn video en dat vind ik echt tof. Straks komt er nog een vriend van mij. En misschien als jij PlayStation 4 hebt, kan je meedoen. Als jij een PlayStation 4 hebt, kan je meedoen, man. Zou ik wel even toch vinden. En dan kan je ook meedoen met ons. Misschien ben je wel beter dan mij, ik denk het wel. En misschien gaan we nog wel een beetje trollen en zo. Misschien gaan we nog hide and seek spelen. Als er meer kijkers en zo komen. Vooral als jij een PlayStation 4 hebt, kan je gewoon meespelen. Maar als je wil, kan je even in de chat zeggen... wie je bent, of als je dat wil, of je een PlayStation 4 hebt of niet. Want dan kan ik even kijken. Want dan kan ik je een vriendschapverzoek sturen als je dat wil. Dat hoeft niet hoor. Je bent wel echt een baas. Heb je... Goedemorgen trouwens. Je hebt de PS4, hè? Maar welke spellen heb je er allemaal op? Heb je GTA 5? Als je GTA 5 kunnen we dat ook wel straks doen. Want mijn andere vriend heeft dat ook. En dan kan je meedoen, man. Dan gaan we racen. Oké, thanks, man. Heb je geabonneerd dus? Dan zou ik het wel echt tof vinden als je dat wel hebt gedaan. Maar heb jij toevallig GTA 5? Als je GTA 5 hebt, dan kan je ook wel meedoen, denk ik. Domination. Laat even in de reactie weten of je GTA 5 hebt. Of als je die niet hebt, moet je even misschien een spel zeggen die jij hebt en die je echt leuk vindt om te spelen. Want dan kunnen die misschien wel met jou spelen.
Sorry als ik soms niet reageer, maar dan ben ik niet echt op de chat aan het kijken. Want dan ben ik, zoals net met die rave, hè. Dus je hebt, heb jij GTA 5? Oh, je bent meer van Battlefield. Begrijp ik het nu goed dat je meer van Battlefield bent? Want dat heb ik dan weer helaas niet, man. Maar als je, laat even in de reactie weten of jij Black Ops 3 hoort mij dan. GTA 5 hebt. Want als je die hebt. Maar. Ja, en ja, maar. Ja, en ja, GTA 5 ook. Maar andere die is oud en. Ik ben een beetje uitgespeeld. Dus je hebt wel GTA 5, maar je bent daar een beetje op uitgespeeld. Begrijp je toch goed? Want als ik je echt niet begrijp, dan kan ik echt niks aan doen. Want ik probeer zoveel mogelijk voor mijn kijkers te doen. En jij bent nu echt een toffe kijker die even kijkt. Echt super tof. Oké, ik ging daar dood. En als je vragen wil stellen over mij, mag dat hoor. Geen probleem, dat vind ik eigenlijk best wel leuk. Oh, ik ben scheef. Oh mijn god. Oeh. Oké, ik ga er gewoon voor. 1, 2. Oh. Friendly hard deployed. Oh, oké, nice. Want ik ben niet zo heel goed in uitleggen. Gewoon omdat, ja. Ik ADHD heb en PDD-NOS, dat is. Ja, dat zit hier. Ik weet, denk wel dat je weet wat het is. Dus YouTube is voor mij ook wel een soort van, met gamen, een soort van rustmoment om dan te gaan gamen. Oké, thanks man. Oh, auw, dat deed echt pijn. Ik werd geslagen. Hé, hey, maar als jij mee wil gamen, vind ik gewoon echt tof. Zou ik wel echt tof vinden. Want we hebben nog niet eerder met een kijker gegamed, weet je wel. En dat wil ik wel echt doen. Oh bro, ik schiet alles kogels. Lekker mis. Oh damn Daniel. Holy. Bro, ik ben echt scheef van deze ochtend. Oh. Ik had daar eigenlijk gewoon eerder weg moeten gaan. Oh nee. Hé, maar heb je toevallig nog vrienden die deze stream willen kijken? Zou ik wel echt tof vinden als je dat, als dat zou zijn. Gewoon lekker met die ook misschien wel mee kunnen doen. Hey, maar als je wil kan je ook gewoon de party joinen hoor. Hij staat open, dus ja. Als je wil kan het. Oh nee, losing Bravo. Ja, ik doe ook gewoon de hele tijd lekker mijn ding, dus ja. Maar echt tof dat je aan het kijken bent, man. Ik had heel lang had ik even geen mensen die kijken. Maar dat kwam gewoon omdat het laat is, weet je wel. Het was 4 uur. Ik begon ongeveer rond 12 uur of zo. Ja, misschien. Ja, veel eerder eigenlijk. En toen wou ik de dingen beginnen. En toen, ja. Toen keek er opeens geen mens meer. Ik snapte ook wel waarom, maar nu kijk ik gewoon weer. Kijk jij gewoon. Vind ik echt tof. Niet om te slijmen tot je moet blijven of zo. Maar het is gewoon tof. Vind ik gewoon mooi om te zien. Dat gewoon mensen gewoon mijn stream leuk vinden, weet je wel.
Oké. Ga toch niet zeggen tot we net als net gewoon weer om niet net niet onze wave halen. Nee man, ik ben vanaf 's ochtends 10 uur wat ik al zei. Tot nu ben ik wakker en ik ben nog niet echt moe. Ik heb ook nog geen inkakker of zo. Ik ben nog echt gewoon klaar wakker. Ik heb gewoon echt nog zin om te streamen. Gewoon om het tof in om met kijkers te gamen, weet je wel. En gewoon tot kijkers kijken. Ja, wat moet de anders kijken doen? Gaan slapen? Nee. Ze moeten gewoon de stream leuk vinden. Ja, maar als je vragen hebt over de game of zo, of over, over mij, dan moet je dat zeggen. Want dan kan ik daar misschien antwoord op geven. Een soort van Q&A. Zou wel grappig zijn. Gewoon Black Ops 3, dikke Q&A. Grappig toch? Zo het ook even aan het campen ben, maar ik wil even mijn rave en mijn raps halen. Zie maar, jij gaat denk ik dood. Of niet? Ja, en dan ik had het aan mijn vader gevraagd. Mijn moeder is daar nooit echt zo blij mee. Snap ik ook wel. Maar ik was vandaag vrij, omdat het bij ons lag sneeuw. Dus ja, en toen lag bij ons sneeuw en mijn moeder wou dus niet. Ja, weet ik niet. Ik denk wel dat ik overdag dan ga slapen, maar dat is niet de bedoeling. Het is gewoon de bedoeling dat ik nu gewoon nog even een tijdje doorgame tot de volgende avond en tot ik dan de volgende avond ga slapen. Want dat ik dan nog wel even gewoon in het ritme blijf. Maar ik weet niet of dat gaat lukken. Ik hoop het. Ik heb eigenlijk een vraagje aan jou. Hoe oud ben je als ik vragen mag? Je hoeft er niet op te reageren hoor, maar mijn vraag was hoe oud jij bent. Oké, ik denk dat... Oké, ik snap het. Ik moest even nadenken, maar ik snap het. Maar mijn vraag was, hoe oud ben jij? Als, oh, nice. Vind je het dan wel leuk om naar een klein... Nou, klein. Naar een jochie te kijken die 13 is? En vind je het dan wel leuk om die video te kijken? Vind je mijn video überhaupt wel leuk? Laten we daarop houden. Want ik ben 13, jij bent 16. En dan kijk je gewoon naar mijn ja, filmpje, livestream. Oh bro. Oh, ik ben echt scheef met die dingen, man. Ik wil ze elke keer gooien, maar ik gooi steeds mis. Oh. Oh, wat? Hoezo? Oh, oké. Dat kan. Hebben hun een wave? Hun hebben gewoon een wave. Ah ja, dat is waar, dat is waar. Maar thanks dat je me even support, man, met ja, met mijn YouTube kanaal. Straks komt er nog een vriend en dan gaan we gewoon een beetje... Misschien gaan we dan wel GTA 5 doen of zo. Oh, wat doe ik? Ik dacht dat ik Crafty Spice had, maar dat had ik dus niet.
Dus nu heb ik mijn, mijn ripper verbruikt. Oh, ik maak echt geen gebruik van die hete. Ik wil nu gewoon rushen, maar dat moet ik niet doen. Misschien heb jij zelf ook een YouTube-kanaal, als ik, want dan kan ik daar misschien ook op abonneren. Oh, die tenden waren er echt veel. Oh. Nee. Oh, fuck harde sentry. Heb jij ook een YouTube kanaal? Als ik vragen mag. Oh, oké. Dan weet ik dat. Want anders had ik ook wel even geabonneerd op jou. Maar misschien heb je nog wat tips, dat mag ook, hè. Tips zijn altijd welkom. Heb jij nog tips wat ik beter kan doen in de game of ja? Oh, ik kijk nu pas. Ik dacht dat je al 16 was, maar je bent 15. Oké, want ik zei dat ik 13 ben, maar ik ben bijna 14. 26 februari word ik 14. There's no escaping death. Maar nogmaals, ik vind het echt tof dat je kijkt, man. Weet je wat ik altijd deed toen ik nog wat jonger was? Ging ik altijd ook best wel vaak met andere jongens livestreamen. En weet je wat ik toen al zei? Je bent echt een kanjer. Maar dat vond ik, ik ga dat nu niet zeggen, want elke keer als ik dat nu zeg, gaan ze weg. Dus dat is wel een beetje raar. Want ik alleen zeg, ik zeg dan van, jij bent echt kanjer. Maar dat bedoel ik van ook echt positief. Maar beter zeg ik dat niet. Dus nu zeg ik altijd gewoon. Oh, nice. Dus jij bent bijna tegelijk met mijn jaren. Dat is wel ziek. En dan word jij 16, hè? Ja, jij wordt dan 16. Oké. Wat ga je doen? Ga je voor je autorijbewijs of ga je voor je motor of brommer? Ik denk dat ik eerst voor mijn brommer ga. Nee, voor de auto. Want dan heb ik, als ik dan zo oud ben, dan ga ik denk voor de autorijbewijs. Want dan mag je brommer rijden ook al. Wat zou jij dan doen? Zou jij dan naar voor de brommer, motor of auto? Voor welke rijbewijs zou je eerst gaan? Of je gaat er gelijk voor alle drie, kan ook. Of voor twee, voor de motor en de auto. Als ik te veel praat, moet je het zeggen hoor. Dan praat ik wel wat minder. Ik moet even een nieuwe game vinden. Game mode. Oh, ga je op Valentijnsdag voor je rijbewijs? Ja, dat is zeker kut, man. Je kan het bij mij gewoon zeggen hoor, ik heb er niet echt veel problemen mee. Maar ik weet niet of YouTube daar veel problemen mee heeft.
Oh, ze hebben wraps. Meenemen. Ja, klopt. Die zijn echt duur. Maar dan zit je wel lekker droog. Oh! Oh, ik begreep het verkeerd. Sorry, excuses. Ja, ik word ingesloten. Dat is niet leuk. Oh nee. Maar als je voor je autorijbewijs gaat, dan en je hebt dan eenmaal auto, zit je wel lekker droog. Ik had net een vriend uit mijn klas, die was ook aan het kijken. En ik zat midden in de livestream en op een gegeven moment gaat hij me bellen. Oh, oké. En ik was dus aan het livestreamen, zo net ook al de hele tijd, want ik ben al bijna 2 uur aan het livestreamen. En ik was zo aan het livestreamen dus, en mijn vriend was aan het kijken. Dus echt trouwe kijken ook, die kijkt echt al mijn video's. En ja, je hoeft niet al mijn video's te kijken hoor, want sommige zijn toch echt heel saai. Het was gewoon een keer voor de grap waar we een YouTube kanaal begonnen. Dus ja, het was gewoon eigenlijk eerst voor de grap. Maar nu is het wel eigenlijk serieus geworden. Oh, poep. Huh, hoe had ik... Oh, met mijn... Maar als jij... Ja, het is wel tof dat je kijkt hoor. Maar als je iets anders te doen hebt, moet je gewoon je eigen ding doen hoor. Niet dat je weg wil, maar ik vind het wel echt leuk dat je kijkt. Maar ik denk, misschien heb jij zelfs nog andere dingen te doen, ik weet het niet. Maar het is wel echt tof dat je kijkt. Ik hoop dat er zo nog eigenlijk meer mensen komen. Want dan kunnen we misschien met z'n allen een game mode gaan doen. Oké, dat is mooi. Ik zal even een vriend bellen, kijken of hij al even live kunnen gaan. Dat hij ook even live kan gaan. Misschien, als je wil, kan je ook op hem abonneren. Ik ga hem nu even kaart wakker bellen, hoop ik. Oké, ik hoop dat hij opneemt. Ik heb hem net al een paar keer... in de stream gebeld, maar toen nam hij niet op. Ik zoek alvast een potje. Nee, hij slaapt nog. Hij neemt echt niet op. Hij heeft volgens mij zijn geluid uitstaan. Is wel handig. Maar ik heb altijd dan, als ik s'nachts aan het gamen ben. En ik ben bijna, ik ben een soort van al in de ochtend. Dan krijg ik last van mijn ogen. Maar dat gaat dan later gaat dat weer weg. Ja. Maar dat deed hij vorige keer ook bij mij.
Zodat ik ook echt slapen. En... Dus ik probeer eigenlijk een soort van payback op hem te halen, weet je wel. Dat hij mij de vorige keer ook wakker heeft gebeld. Ik weet het is echt super vroeg, maar hij heeft me echt. Ik ben ook een keer bij hem gaan slapen. Gingen we ook heel erg clearen. En toen was het, laten we zeggen, hoe laat was het toen ongeveer? Nou, ik weet het niet meer. Waar is hij? Oh, jammer. Volgens mij loopt mijn, hoe heet dat? Mijn... Bro, je bent echt slecht. Maar, wat wil ik nou eigenlijk zeggen? Oh ja, wat ik wil zeggen is... Nou, ik weet eigenlijk helemaal niet meer wat ik wou zeggen. Securing A. Nee, ik wil deze. Nee, oh, ik wist dat ze daar ging spannen, sorry. Ik schrok echt keihard. Oh, ik schrok echt zo hard. Mijn hart gaat tekeer. Dat is niet normaal. There's no substitute for the thrill. Hoe laat moet je weg dan? Als ik dan weet ik dat. En dan gaan we misschien, als ik dat nog kan halen, een splijter op open hand. Hopelijk breng jij geluk. Ik hoop het. Maakt niet uit als het niet geluk brengt hoor, maar dat is gewoon voor de gein, weet je wel. Ik heb alweer 13 abonnees. Met jou erbij 14 volgens mij. Wat vind jij eigenlijk leuker, Black Ops 3 of GTA 5? Ik heb eigenlijk al mijn daily objective heb ik gehaald. Mijn weekly heb ik ook al gehaald. Bij die weekly moet ik nog 2 dagen en 11 uur wachten. En bij die daily objective. Ja, daily objective. Zoiets, weet niet hoe dat heet. Moet ik nog 11 uur en 50 minuten wachten. Dan krijg ik pas weer meer crypto keys. Vind je dit niks aan? Even eerlijk, nee hè, dit vind je niks aan. Zou ik GTA 5 doen dan? Laat maar weten in de reactie. En dan start ik dat even op, maar dan gaat mijn stream, valt er dan wel even uit. Maar dan kan je, als je wil, kan je mijn stream dan weer volgen. Dan kunnen we gewoon weer verder gaan. Maar laat even weten in de reactie nog even of je GTA wil zien. Dan kunnen we. Ik heb nog een beetje auto's of zo. Volgens
van realistische games. Ja, maar ik heb, hoe heet het? Ik heb GTA 5. Ik heb Black Ops 3. Ik heb FIFA 17 en Infinity Warfare. Meer heb ik niet. En ik ben van plan om een GTA 5 te doen. Maar ik... Oh, oké. Okay. Oké, okay, als je even wacht, dan start ik even de stream opnieuw op. Hopelijk kom je straks dan nog even kijken. Oké? Okay? Het zou echt tof zijn als je straks nog even komt kijken bij GTA 5. Dan start ik die nu op, oké? Okay? Yo.